Wat was uw ideaal toen u voor dit beroep koos? Ik vond het een fijn beroep omdat ik daarin een goede balans kon zoeken tussen het dienen van mezelf, mijn eigen belang, wie ik ben, en de samenleving. Advocatuur geeft je de mogelijkheid om bij te dragen aan de rechtsstaat. Omdat als je een goed advocaat bent, is elke zaak die je hebt gedaan is een bijdrage aan de rechtsstaat. Ja. Als je een slecht advocaat bent, is elke actie die je neemt, kan een afbreuk doen aan de rechtsstaat. Ja. En dat vond ik geweldig. Dat ik op die manier daartoe... Dus ja, ik was daar heel gelukkig in. En daarna in mijn carrière is het ook altijd zo gebleven. Nu ook. Ja, het is... Ik vind dat mens en burger zijn niet twee dingen die je van elkaar kan scheiden. En advocatuur is bovendien, en dat vond ik ook, wist ik ook niet, maar dat is later dus duidelijk gebleken, is een hele goede spiegel. Omdat je problemen van andere mensen krijgt. Ja. En ze zijn niet problemen van andere mensen. Nee. Als hij bij je komt, is het ook jouw probleem. Ja. En daar moet je mee omgaan. Ja, zeker. Dus ja, wat heeft me laten kiezen? Het was kiezen zonder keus. Nou, voor mezelf was dat eigenlijk heel, heel speels, heel kinderachtig toen. Je keek naar de films. Ik vond Bollywood films vroeger geweldig. De laatste tijd kijk ik er niet meer naar. Je hebt er gewoon geen tijd niet voor. En daar was er dus altijd een advocaat die zo aan het schreeuwen en het doen was. En dan was er een keer een vrouwelijke advocaat. En ik denk dat het mijn vader geweest is. Iemand zal de opmerking gemaakt hebben van, oh, hoe geweldig die persoon was. En toen dacht ik, oh, nou dat leek mij ook wel leuk. Met die gedachtegang eigenlijk heb ik de school doorlopen. En toen de keuze gemaakt moest worden na het vakkenpakket, welke richting ga je op? Want ik kom van de B-richting, S-pakket. Toen dacht ik, nou, ik heb geen zin in scheikunde en al dat. Het ligt me gewoon niet. Dus toen heb ik gekozen voor rechten. Nog niet in mijn achterhoofd hebbende dat ik advocaat wil worden. En uiteindelijk studeer je dan af. En dan is het automatisch. Hè? Je rolt erin, je wordt advocaat stagiair. Ik ben toen gelijk na mijn afstuderen ben ik les gaan geven. Ik heb gedoseerd op HBO. Dat vond ik heel leuk. De kennisoverdracht. En omdat ik net de schoolbanken uitkwam, vond ik dat ik een hele goede link kon maken met de studenten. Dus dat heb ik voor ongeveer 6 jaar gedaan, denk ik. En halverwege ben ik dus beëdigd, toegelaten tot advocaat. En toen begon het eigenlijk. En toen dacht ik, oké, dit is nou heel, heel reëel. Nu ben je het en wat wil je nou gaan doen? En ik heb dus door naar alle zittingen te gaan, heb ik voor mezelf begrepen dat ik een uitermate vorm van eigenlijk mediation tot stand wil brengen. Mijn specialiteit is ook om te schikken. Ik schik 90% praktisch van mijn zaken, schik ik. Ik kan goed met partijen praten. Ik kan partijen die elkaar niet kunnen luchten meer. En dan denk ik voornamelijk aan bijvoorbeeld echtscheidingen. Kan ik aan de tafel laten zitten, individueel, maar ook met elkaar. Dat we tot een goede overeenkomst kunnen komen. En dat we zonder kleerscheuren gewoon met een terstond vanaf kunnen maken. Dus dat er geen voogdijzittingen nodig zijn. Dat er geen BUFA's rapporten nodig zijn. Een psycholoog. Dat is mijn specialiteit. En dat vind ik heel, heel prettig. Dat is mijn vorm van hoe ik invulling geef aan een goede advocaat zijn. En komt het er echt niet van en moet je naar de groene tafel? Ja, oké, zo be it. En dan hoop ik gewoon dat ik het naar mijn inzicht zo goed mogelijk vanaf breng. Maar net wat u zegt, de problemen van de cliënt, die worden uiteindelijk jouw problemen. Ik ben getrouwd met een man die ook advocaat is. Dus we kunnen thuis kunnen we heel veel met elkaar praten. Maar we verschillen ook hemelsbreed. Hij heeft een hele andere aanpak dan mij. Dus wat dat betreft, je hoort elkaar wel aan, maar je doet uiteindelijk wat jij zelf goed vindt. En dat is eigenlijk wat ik dus nog steeds wil nu. Ik wil gewoon proberen om zo goed als mogelijk in het beroep waar ik voor gekozen heb, om dat zo goed als mogelijk tot uiting te kunnen brengen, maar niet volgens de standaard perspectief. Wat een advocaat maar, hoort te zijn. Ik zie mijzelf ook niet in het harnas sterven, hoor. Dat zeg ik u eerlijk. Ik kom uit een ondernemersgezin. Ik ben de enige advocaat in mijn familie. Het was ook ik wilde eigenlijk aannemer worden.
omdat mijn vader van huis uit aannemer is. Dat vond ik leuk. Mijn spreekbeurten gingen over hoe maak je een schutting. He, toen was ik 8 en 9 jaar oud, ging met zakjes zand en cement en graniet en een kleine bekisting die ik had gemaakt laten zien. Dat wilde ik heel graag. Maar het was ontzettend een mannenwereld toen. En mijn vader, hij heeft altijd een hele grote invloed gehad op mijn leven, nog steeds. Mijn moeder ook trouwens, maar op een andere manier dan. Die heeft me toen vanaf het begin gezegd, hij zegt, weet je, ik denk niet dat dit voor jou zo'n goede keuze is. Je gaat heel veel uren maken, je moet in de zon staan, je moet aan mannen de leiding geven. Als er gestort moet worden, dan zal je de hele avond daar moeten staan. Doe maar liever iets anders. En dit is eigenlijk, ben ik er een beetje in gerold, maar dat was zeker niet mijn eerste keus. En net wat ik zeg, ik kom uit de ondernemersfamilie, we hebben nog steeds, in de sideline ben ik daar nog bij betrokken. Ik denk dat ik ook vroeg of laat waarschijnlijk, op een gegeven moment heb je een beetje je plafond bereikt, je eigen plafond. En dan wil je weer een andere uitdaging aangaan. En ik denk dat de dekenschap wat mij betreft een mooie bekroning is. Iets waar ik ook nooit aan gedacht had dat zou gebeuren. Maar ik zie het als een mooie bekroning, een hele grote uitdaging. En ja, wie weet wat de rest van de tijd brengt. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.